We zijn hier in Gemert, de Noordom. Dat is een werk van de provincie Noord-Brabant. Dat is een provinciale weg met 3 rotondes in het vrije veld. En we hebben nou vandaag de mooiste rotonde ingeschoven. Naast de rotonde inschuiven hebben we nog iets bijzonders hier op dit werk. De eerste constructief geprinte 3D-brug. En we samenwerken met TU Eindhoven. Hebben we die helemaal bedacht en uiteindelijk uitgewerkt. En die is vandaag geopend. Wat ik er leuk aan vind is dat je echt bijdraagt aan een project. Aan het neerzetten van iets buiten waar heel veel mensen gebruik van gaan maken. Ik merk in mijn werk ook de wegenaspecten die ik eigenlijk niet heb. Dat je daar heel goed mee kan samenwerken met een collega. En dat is ook weer het leuke bij BAM. Je hebt collega's die je uit alle kanten kan trekken om het plaatje compleet te krijgen. We hebben het werk vooral gekregen omdat we de bereikbaarheid goed konden garanderen. Want we hebben de rotonde een stukje verder op gemaakt. Daar hebben we rails onder gelegd. Die hebben wij gisteren doorgelegd. En vandaag is hij gewoon naar ons toegetrokken. Als het werk klaar is, ben ik al heel trots. En dat is ook omdat je er veel energie in stopt. En dat je uiteindelijk zoiets moois neer kan zetten. Ja, dan ga je wel met een trots gevoel naar huis. Ik denk dat uiteindelijk vooral de processen heel belangrijk gaan worden. En dat heel veel prefab gebouwd gaat worden en ergens neergezet gaat worden. Want je ziet het hier, dit is al een mooi voorbeeld daarvan. Heel veel projecten al gedaan, als je er terugkijkt, ik denk wel 20, 30 projecten. Het zijn kleine projecten, grote projecten. Soms is de één straat, ja, soms is zo'n groot werk net als hier. BAM is een heel groot bedrijf en dat geeft je goed de mogelijkheid om aan te geven wat je wil. En daarin kunnen zij heel goed met je meekijken of je de competenties daarvoor hebt. En ze nemen je daarin ook wel mee. 'S Ochtends als je opstaat denk je ook, ik moet dit en dit vandaag doen, maar het kan totaal anders lopen. Buiten, met de mensen buiten werken is leuk. Binnen, het is altijd gezellig en er wordt hard gewerkt.